Hallo, welkom bij weer een giga groene boekentip. Deze keer het fijne brein van bomen van Philip Bunting. Superleuk weetjesboek over bomen. Over hoe slim bomen wel niet zijn. Het is een superleuk boek voor de middenbouw. Ik zal even laten zien. Mooi getekend, mooi gemaakt. Allemaal dingen waaruit blijkt dat bomen misschien zelfs wel slimmer zijn dan mensen zijn. Dat ze elkaar kunnen waarschuwen voor vijanden. Dat ze hun smaak kunnen veranderen, hun geur kunnen veranderen. Om zomaar door te kunnen blijven leven. Heel leuk boek. En je kan er natuurlijk daarna ook nog een vette quiz van maken voor in de klas. Of voor samen met je broertje of je zusje. Veel leesplezier. Doeg! Hey, tof dat je weer kijkt. We hebben weer een nieuwe giga groene boekentip voor jullie. In het kader van de Kinderboekenweek natuurlijk. En dit keer is het Voor elkaar gemaakt van Georgina Taylor. En de titel zegt het al. Sommige dieren zijn voor elkaar gemaakt. Soms zijn dieren en planten ook voor elkaar gemaakt. In de natuur vind je namelijk bizarre en bijzondere vriendschappen. En één daarvan is bijvoorbeeld die van de clownvissen en de zeeanemonen. Ja, die werken met elkaar samen, want die zeeanemonen die beschermen de clownvissen. Misschien ken je dat nog wel van Nemo. Maar die clownvissen doen ook iets voor die zeeanemonen. Wat dat is, dat moet je natuurlijk zelf gaan lezen. En dit is echt een tof boek om helemaal in te duiken. Fantastische weetjes over diersoorten, over plantensoorten en die vriendschappen. En helemaal leuk als je daar creatief mee aan de slag wil, is om er een bestekgesprek van te maken. Leef je in één van de beide soorten en ga zo met elkaar in gesprek vanuit die soort. Veel plezier, succes, doei!